Hey, ik ben Simon. Ik geef les in Define in de Development pijler, waar we focussen op programmeren voor het web. Geen nood, er is geen voorkennis vereist. Iedereen kan bij ons starten vanaf nul. We starten met HTML, de basis van het web. Je plaatst tekst op een pagina, een titel, een afbeelding of linken naar andere pagina's. Vervolgens gaan we deze elementen opmaak geven via CSS. Lettertypes, kleur, positionering of een cool CSS-effect. Daarna is het tijd voor interactiviteit. Je hebt vast en zeker al wel eens een zoekopdracht gedaan waarbij je een lijstje krijgt met enkele mogelijke suggesties. Dit wordt op de pagina geplaatst aan de hand van JavaScript. JavaScript vormt de belangrijkste taal binnen Define. Daarna koppelen we PHP aan de pagina. Met PHP kan je een database aanspreken waardoor je op het einde van het eerste jaar een kleine webshop kan maken, compleet met inlogsysteem en winkelmandje. In het tweede jaar leer je hoe je jouw website kan laten aanpassen voor verschillende devices. Denk aan smartphones en tablets. Hoe zorg je ervoor dat alle inhoud mooi blijft weergegeven op verschillende schermgroottes? Of hoe zorg je ervoor dat je geen grote afbeeldingen doorstuurt naar jouw gebruikers en zo hun volledige databundel erdoor jaagt? De projecten worden ook steeds complexer. Hierdoor moet je aan de slag in team en leer je hoe je elkaars wijzigingen niet om zeep helpt. Of hoe je het overzicht behoudt op het gehele developmentproces. We doen ook een beroep op enkele JavaScript frameworks om zo sneller te kunnen applicaties ontwikkelen. In het derde jaar krijg je de kans om je te specialiseren. Je doet dit vooral door te experimenteren. Elke week komt er een nieuwe technologie aan bod die je leert kennen. Daarna is het tijd voor jouw personal passion project. Hier kan je samen met je coach een nieuwe technologie volledig leren kennen. Op deze manier studeer je af in Define als expert creative technologist.